Hitte, droogte, extreme regenbuien, de gevolgen van klimaatsverandering, die merken we allemaal. De vraag is vooral, ja, wat moeten we daarmee, wat kunnen we daarmee? Vooral misschien wel voor de landbouw, want die hebben daar heel veel last van. Daarbij is dus de vraag hoe ze ermee om moeten gaan, maar ja, misschien ook wel een beetje de kanttekening dat ze misschien zelf ook wel een beetje verantwoordelijk voor zijn. Nou, daarover gaan we praten in deze Zeeuwse Zaken. Dat doe ik met twee mensen hier in de studio. Aangeschoven zijn Ad Fernambuuk, lid van de Grootouders voor het Klimaat. Welkom, fijn dat u er bent. En naast u zit Arno Vaal, provinciebestuurder voor de BBB met landbouw in de portefeuille. Ook welkom. We beginnen met 5 stellingen waarop jullie kort mogen reageren. En dan gaan we er daarna over verder praten. We beginnen met de eerste stelling. En de eerste stelling is, de Zeeuwse economie kan niet zonder de landbouw. Meneer Vaal. Ja, helemaal mee eens. Meneer Fernambuuk. Eens, sluit ik me bij aan. De tweede stelling is, ieders werk verandert in de loop van de tijd, dus ook het werk van boeren. Zeker, kan niet anders. Daar ben ik ook mee eens. Ja? Goed, stelling 3 is, minder boeren in Zeeland is niet erg. Ja, dat vind ik eigenlijk best wel erg, hoor. Minder boeren. Dat gaat me wel aan het hart. Ja. Ja. Meneer Fernambuuk? Ik denk dat er zelfs ruimte is voor meer boeren in Zeeland. Meer boeren in Zeeland? Jazeker. Oké, interessant. Komen we straks op terug. Stelling 4 is, door zoetwatertekorten is er in de toekomst geen plaats meer voor alle soorten landbouw. Bepaalde gewassen zullen wat moeilijker te telen zijn, maar op het moment dat we water vast weten te houden, kunnen we er ook langer over beschikken en is er meer mogelijk. Dus ik noteer een oneens dan? Of? Ik mag weten wat u noteert. Oké. Meneer Vaal, is er geen plaats meer voor bepaalde soorten landbouw in de toekomst? Nou, ik denk dat het wel lastig wordt als er natuurlijk geen zoet water is. Want dat is toch wel een grote behoefte van plantengroei, zoet water. Maar we zullen daar ook ons aan moeten passen. Maar we zullen ook natuurlijk alles eraan moeten doen om dat zoete water... Er valt nu ook heel veel uit de lucht, hè, om dat vast te houden en te bewaren. En kijken of we ook nog op andere manieren zoet water naar hier kunnen halen. Maar we zullen ons aan moeten passen. Dus, dit was niet echt een kort antwoord, hè? Wij kijken of we het bij stelling 5 weer kunnen oppakken. Stelling 5 is, ik probeer lokaal te eten, biologisch en minder vlees. Meneer Vaal. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf toch wel heel erg graag een stukje vlees eet. Dus, oneens? Nou ja, ik ben het oneens. Ja, ik vind het gewoon erg lekker. Dat denk ik ook, meneer Fernambuuk. Ik doe het al jaren. Minder vlees eten, biologisch en lokaal? Ja. Oké, nou duidelijk. Goed, genoeg om over door te praten. Welkom bij Zeeuwse Zaken en we hebben het dus over de toekomst van de landbouw. Aantal zaken zijn we het wel over eens met elkaar volgens mij, maar waar ik toch even bij bleef hangen, meneer Fernambuuk, is dat u zei we hebben plek voor meer boeren in Zeeland. Kunt u dat eens uitleggen? Ja, dat heeft te maken met de noodzakelijke transitie die we ook in de landbouw door moeten maken. We moeten meer naar een kringlooplandbouw toe en ik denk dat er dan sprake is voor meer intensieve teelten op een aantal vlakken en dat betekent dat we juist meer mensen nodig hebben dan minder. En ik denk ook dat er nieuwe vormen van landbouw en tuinbouw kunnen ontstaan. Waardoor je in feite nog meer ondernemers en nog meer mensen aan het werk kunt zetten. Maar dat betekent dan dus dat we afgaan van die hele grote bedrijven? Nou, in ieder geval minder op industriële voet, zoals ik dat nu maar even chargeer, aangeef. Dus minder grootschalig, minder industrieel, meer kringloop. Meer gebruik maken van wat er lokaal allemaal mogelijk is. Dus ik zie eigenlijk best mogelijkheden voor meer mensen die werkzaam zijn in de landbouw en voedselproductie. Want dat zeg ik er wel even bij. Ja, meneer Vaal, ik hoor dat we in ieder geval geen gebrek hoeven te hebben aan boeren. Maar het moet dan wel dus anders. Ja, helemaal anders. Ik denk dat we ons al de laatste jaren toch ook al heel erg aan het aanpassen zijn. Hè? Want we doen het al toch op een andere manier. Ook noodzakelijkerwijs, omdat wij al langer zien dat het klimaat verandert. Ik wil een klein beetje van het beeld af dat men nu zo direct ons aanwijst van joh, het moet echt radicaal anders. Het gaat vanzelf, die verandering. Maar je zal altijd wel een bepaalde schaalgrootte nodig hebben. En je zal ook goed moeten nadenken van ja, ik ben het wel eens. Ik zou graag willen dat er meer mensen in die landbouw werkzaam zijn.
Maar het is al zo moeilijk om arbeiders te vinden. Dus de innovatie en op dat vlak zullen we toch ook echt wel ons best moeten doen. En zien we dat gewoon mensen zijn er gewoon steeds minder natuurlijk, arbeiders. Dus op dat punt hebben we wel een bepaalde schaalgrootte en innovatie nodig. Om die landbouw in de benen te houden. Ja, maar dat klinkt niet als de kringlooplandbouw die ik meneer Fernambuco hoor voorstellen. Ja, nou goed, ook kringlooplandbouw. Ik vind dat ook weer zo'n woord wat heel leuk klinkt en leuk bekt en allemaal mooi is. Maar dat doen wij al heel erg lang, kringlooplandbouw. Maar ik denk dat wij dat, de agrarische sector, dat te weinig uitdraagt op welke wijze dat we dat doen. Mm. Want ik bedoel, als wij nu de laatste jaren, rij nu maar eens in december, januari door onze provincie heen, dan zie je dus eigenlijk al, in tegenstelling tot 10 jaar geleden, steeds minder zwarte grond. Maar wij zijn al veel langer mee bezig om ook die kringloop en groenbemesters te zaaien en terug die bodem weer vruchtbaar te houden. Omdat wij al langer door het klimaat wat we al op ons hadden, geen vorstperiodes meer hebben, dat wij al langer zagen van wij moeten iets doen aan die bodem. Dus wij zijn daar echt wel al mee bezig. Meneer Fernambuco, ja. Het gaat allemaal al hartstikke goed, hoor ik. Ja, nou, er worden stappen gezet, maar dat betekent nog geen transitie. Hè? Want wanneer we naar de hele landbouw in heel Nederland kijken, dan moet die, laat ik het maar even scherp zeggen, radicaal op een andere leest worden geschoeid. De landbouw, zoals we het nu doen, is toch vrij industrieel opgebouwd. Met de productieprocessen en de innovatie zitten vooral in de techniek en technologie. Maar we moeten gewoon op een andere manier voedsel gaan verbouwen. We gaan nu te veel uit van economische modellen en wat haalbaar is en schaalgrootte. Maar ons uitgangspunt moet zijn gezond voedsel produceren en daarop inzetten. En dat Nederland het tweede landbouw-exportland van de wereld is, daar kun je ook vraagtekens bij zetten of dat nodig is. Dus ik denk echt dat we heel hard na moeten denken, en dat gebeurt ook al. Maar ik zie hier nog te weinig van terug, ook in de Zeeuwse landbouw. Ja. Meneer Verhaal, reageert u daar eens op? Ja, ik hoor weer allerlei aannames en iedere keer het argument van wij exporteren. Ja, ik wil dat toch ook wel weer leggen. Want kijk, we praten over wat verstaan we onder export. Ik zal een klein voorbeeldje noemen. Even heel simpel bij ons in de regio. We hebben bijvoorbeeld een bedrijf als Cargill. Wat in Sas van Gent zit. Nou, ik heb zelf op de achtergrond heb ik ook nog een landbouwbedrijf. En we hebben in Zeeuws-Vlaanderen wel eens gedacht, wij gaan al dat graan wat wij telen, dat willen we ook bij de Cargill doen. Nou, de Cargill die op 2 weken tijd, heel de productie van Zeeuws-Vlaanderen jagen ze door de fabriek heen. Er worden zetmeelderivaten, bindmiddelen voor de voedselindustrie. Dat hebben wij allemaal dagelijks nodig. Worden daarvoor gebruikt. Dus ik bedoel, ja, export. Het graan wat wij telen bijvoorbeeld, 3/4 is al bakwaardige tarwe. Is allemaal baktarwe. Dat wordt hier ook allemaal al gebruikt. Ja, dan denk ik, ja, wij doen, als we kijken in onze omgeving, ja, neem West-Europa. En ik bedoel, wij telen hier aardappels, hè. Frietfabrieken staan hier, uien worden hier heel veel geteeld, hè. Gangbare gewassen. Nou, dat blijft allemaal binnen een straal van 600-700 kilometer. Ja, als je in de Verenigde Staten zit je teelt daar een gewas en je brengt het van oost naar west, hè, dan praten ze nog over een streekproduct, ja. Zeg maar. Dus ja, ik vind dat toch altijd een beetje, Ik dacht, misschien komen we iets dichter bij elkaar in deze uitzending, maar dat lijkt niet helemaal gelukt. Jullie standpunten zijn mij wel helemaal helder. Ja. En daarvoor wil ik jullie hartelijk danken voor de bijdrage aan deze Zeeuwse zaak. En daarmee zit het er alweer op voor vandaag. Dit was Zeeuwse Zaken alweer voor deze week. Ik wens u nog een hele fijne avond.